We adviseren altijd van, zoals in de Formule 1, moet je met een volle tank vertrekken. Wij zeggen hydratatie, je moet op punt staan voor de training, omdat dat heel belangrijk is naar preventie van blessures. Er is een sterke variatie tussen de spelers eigenlijk. En de ene zweet bijna water, de andere zweet ook zouten uit. Dat is allemaal in kaart gebracht en dan wordt er door elke speler wordt er een aparte fles Aquarius klaargemaakt om gans de dag door te gebruiken. Wat we proberen te doen vandaag eigenlijk wel is we create environment of no excuses. We gaan eigenlijk wel optimalisatie om een omgeving te kunnen creëren eigenlijk wel dat de speler zelfs de dag nadien terug optimaal is om de recuperatietraining aan te kunnen vatten. Zo gaat dat allemaal. Bah, le plus important, je pense, c'est quand on joue le soir, c'est déjà de bien se reposer la journée. C'est dormir, faire une sieste. Moi, personnellement, de temps en temps, j'essaie d'en faire une. J'essaie de bien manger, par exemple, le repas du midi, parce que je me dis que j'ai besoin de force. Il y a des jours où j'ai pas mangé beaucoup, et après, sur le terrain, je pense... Enfin, moi, je suis un peu fatigué, donc j'essaie de bien manger. Et tot aan de match doe ik het zo rustig mogelijk. Ik ben altijd ontspannen, soms te ontspannen, maar... Vanaf dat de match start is er een knop en dan 90 minuten gas geven.